Hoi allemaal, ik ga je vandaag laten zien hoe je een super simpel gezonde snack kunt maken uit de magnetron. Ik weet dat sommige van jullie niet zo'n fan zijn van het gebruik van de magnetron. Dan kun je beter even mijn ei-muffins kijken en die zal ik hieronder even linken. We gaan vandaag ei uit de magnetron maken. Super simpel, dus kijk mee hoe ik het doe. Allereerst laat ik je zien wat je nodig hebt. Uiteraard een mok of ik neem een koffiekopje. Ik doe het met één ei. Als je dit wilt gebruiken als ontbijt kun je ook twee of drie eieren pakken. En dan kun je natuurlijk beter een grotere mok kiezen. En dat is eigenlijk de basis, een ei. Vanuit hier ga je kijken waar je ermee wil vullen. Ik kies vandaag voor paprika in hele kleine stukjes. Ik heb er een klein beetje lenteui bij gedaan die ik echt zo fijn mogelijk heb gesneden. En ik heb hier, oh hij valt al uit elkaar, een plakje oude kaas. Dat ga ik er straks ook doorheen doen. En ik heb Italiaanse kruiden. Wat je doet is super simpel. Je kraakt het ei in je mok. Zo. En daar ga je je ingrediënten bij doen. Dus ik doe er paprika en de ui erin. Dan brokkel ik de kaas in kleine stukjes en ook die gaat erbij. En tenslotte ook een klein beetje van de kruiden. Kaas is natuurlijk vrij vet, dus wil je het nog magerder houden, dan kun je beter iets anders kiezen dan kaas. Bijvoorbeeld hamblokjes. Hier vandaan ga je het goed door elkaar roeren. Mijn ei is nu helemaal vermengd met de ingrediënten en nu is het tijd om hem in de magnetron te gaan doen. Je zet de magnetron op vol vermogen op 30 seconden en dan zet je hem aan. Na de 30 seconden haal je je mok uit de magnetron en roer je alles even goed door elkaar. Je ei is nu nog niet klaar hoor, alleen de bovenkant zal een beetje hard geworden zijn. Dus je haalt hem eruit, roer goed door en dan zet je hem opnieuw voor 30 seconden in. Het zal een beetje verschillen per magnetron of hij na de tweede keer 30 seconden klaar is. Dus dat ga je gewoon even checken. Ik kijk even heel voorzichtig en ik zie dat alles gestold is. Dus mijn ei is klaar. Ik kan hem gaan optienen. Je kunt hem natuurlijk super simpel gewoon zo uit de mok eten. Maar ik ga je even laten zien hoe het is geworden. Dus ik heb een bordje gepakt. Super simpel. Oh, daar gaat hij. Ei op het bordje. En je kunt aanvallen. Ik heb het ei ook even doormidden voor jullie gemaakt, zodat je kan zien dat hij ook van binnen helemaal hard is geworden. Ik zou het zeker eens proberen. Het is een super gezonde snack waar je echt lang vol van zit. En het is echt binnen 5 minuutjes klaar. Dus zeker een aanrader. Heel erg bedankt voor het kijken. Ik zou zeggen tot de volgende keer. En geef een duimpje omhoog als je het leuk vond. Doei doei!